Hier, vanuit de Koornse boezem, heb ik uitzicht op een prachtig rietveld. En daar hoor ik de kleine karakiet in zingen. En dat biedt mij de gelegenheid om het verschil tussen kleine karakiet en grote karakiet uit te leggen. Want beide soorten filmde ik afgelopen weken. Bij Alblasserdam filmde ik van heel dichtbij de kleine karakiet. Die daar langs het fietspad in het riet zat te zingen. Dat knerpende, misschien wat zeurderige liedje. Wat niet al te hard is, maar wat verrassend genoeg heel ver reikt. Dus je hoort het al van verre. Die kleine karakiet is bruin van boven, heeft een witte keel, heeft een vage wenkbrauwstreep en een toch wel lange snavel. Nou ja, en hij leeft in het riet, zoals elke karakiet. Die grote karakiet, die filmde ik ergens anders in de Alblasserwaard. Wel een beetje op afstand, dus je ziet het verschil qua formaat niet heel goed tussen die kleine karakiet en die grote karakiet, maar neem voor mij aan, die grote karakiet is echt een kolossale karakiet. Hij is zo groot als een spreeuw. En wanneer hij hoog in het riet zit, dan heeft hij soms moeite om zich vast te houden in dat riet. Kijk maar, hij struikelt hier. Eén poot laat los en dan hij moet even een kunstgreep uithalen om weer stevig op die rietstengel te komen zitten. Die grote karakiet is vrijwel identiek aan de kleine karakiet qua kleuren. Dus bovenkant bruin, onderkant wat lichter bruin met een witte keel. En een beetje die ruige veren onder de snavel. Maar zou je afgaan op het geluid? Ja, dan is dat ook echt wel weer een wereld van verschil. Die kleine karakiet zingt wat zachtjes, lispelend, knerpend. Ja, zachtjes. Maar die grote karakiet, dat is echt een knal van een geluid. Hij gooit dat geluid eruit. En als er één karakiet is die zijn naam eer aan doet, dan is het wel die grote karakiet. Hoort hem hier zingen, hoog in het riet, keihard. Dat is ook knisperend, maar wel enorm hard knisperend. Nou ja, de belangrijkste verschillen zijn dus 1. Het formaat. Kleine karakiet, zo groot als een mus. Grote karakiet, zo groot als een spreeuw. En het geluid. Kleine karakiet lispelt een beetje middensmonds. Die grote karakiet, die gooit werkelijk waar al zijn energie in dat geluid. En dat is echt een kabaal.